Nog een paar dagen en het jaar zit er alweer op. Dus leek het me goed om in deze video, behalve de 100 euro te investeren zoals ik iedere maand doe, juist ook terug te gaan kijken naar hoe het portfolio, hoe het crypto-portfolio zich heeft ontwikkeld. Ik heb inmiddels dus 10 stortingen van 100 euro gedaan, dus 1000 euro erin gestopt. Laten we gaan kijken naar welk bedrag dit is geworden op dit moment. Wat de rendementen zijn per coin die we gekocht hebben. En ook een beetje een terugblik kijken van. Oh, wat vond ik van het afgelopen jaar en heb ik eventueel nog verwachtingen voor het komende jaar dat allemaal dus in deze video laten we snel beginnen Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een inkomen.nl op dit kanaal werk qua een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd een van de manieren waarop ik vermogen probeer op te bouwen is onder andere cryptocurrencies. Um, dit is maar een klein gedeelte van mijn vermogen, van mijn inleg die ik iedere maand doe. Um, ik geloof er zelf wel in, maar ik ben me ook bewust dat er heel veel risico is. Kijk, bij een bedrijf, bij een aandeel kun je bijvoorbeeld bij Apple zeggen... je ziet wat het oplevert, je ziet dat mensen de producten kopen, je ziet hoe het wordt toegepast. En bij cryptocurrencies is dat vaak wat moeilijker. Uh, en misschien wordt het wel gebruikt, maar dan is het moeilijker om ook een waardering aan te geven. Want het gaat vooral nog, wat is iemand anders bereid ervoor te betalen... of wat is de emotie rondom een bepaalde cryptocurrency. Dus zeker belangrijk om te vermelden, uh, er is heel veel potentie mogelijk... Maar dat gaat wel gepaard met heel veel risico, dus het kan ook gewoon zo zijn dat een koers halveert, 20% eraf gaat of helemaal weggaat. Maar in ieder geval de laatste tijd hebben we zelfs bij Bitcoin bijvoorbeeld gezien dalingen van 10, 20, 30% in een week of een paar weken tijd is eigenlijk gewoon heel normaal. En ik ben dus eerder dit jaar begonnen met deze videoserie in samenwerking ook met Coinmers. Um, ja, het idee van deze serie is eigenlijk, we zijn samen gekeken van wat is nou interessant voor heel veel mensen als ze willen beginnen met uh, cryptocurrencies. Wat is dan een goede manier of wat kan een goede manier zijn? En wij dachten aan dollar cost everything, oftewel je legt iedere maand hetzelfde bedrag in en afhankelijk van of nou de koers hoog is of laag is, koop je voor dat bedrag, koop je cryptocurrencies. En op de lange termijn zal je dan voor een gemiddelde koers uiteindelijk je crypto's hebben gekocht. Uh, je hebt niet. De pieken gepakt, niet de duurste momenten gekocht. Je hebt ook niet gekocht op waarschijnlijk de laagste momenten, maar gewoon gemiddeld genomen. Is het vaak een heel interessante manier om op de lange termijn in ieder geval een portfolio op te bouwen. En behalve dat ik zojuist al heb gezegd dat het met heel veel risico vaak ook wel gepaard gaat, dit soort producten. Want dat is iets wat de AFM graag wil dat ik benoem. Dat heb ik eigenlijk van tevoren ook altijd al gedaan. Is het ook belangrijk om te benoemen dat de AFM vooral wil zien dat wij werken, samenwerken met partners die een vergunning hebben? De Coimers, net zoals andere crypto brokers trouwens, hebben geen AFM-vergunning. Maar dat komt omdat ze niet onder het toezicht vallen van de AFM. Maar CoinMerse is dan wel weer geregistreerd bij de Nederlandse bank. Dus ik neem ook aan dat de Nederlandse bank juist wel dat toezicht daarop houdt. En waarom ik eerder dit jaar ben uh, begonnen met CoinMers, met deze serie, is juist ook vanwege... De hoeveelheid crypto's die ze aanbieden, dat was echt onderscheidend voor coinmeurs. Uh, zelf ga ik vooral voor de top 5 of de top 10 crypto's. Maar het is dus mogelijk om ook veel breder te gaan en juist altcoins te kiezen waar jij denkt dat heel veel potentie ligt, waar jij denkt dat de toekomst er heel goed uitziet. Maar gaan we terug naar boven en gaan we dan naar het dashboard. Dan kunnen we zien hoe mijn portfolio zich heeft ontwikkeld. Um, eigenlijk het laatste ja, jaar, want ik ben begonnen als we gaan uitzoomen, de, niet helemaal het begin van het jaar zover ik terug kan gaan, is 19 februari van dit jaar. Toen stond het bedrag op 108 euro. 100 euro toen natuurlijk geïnvesteerd. Ergens al een rendement gemaakt van zo'n 8, 8,5 procent. En inmiddels zien we hierboven ook staan dat ik 1242 euro in dit account heb zitten... met nog 100 euro om zo meteen te investeren. Dus um, we hebben in principe dus uh, 11 maanden gehad... 10 stortingen gedaan, want de 11e storting ga ik zo meteen doen. Dus ik zou zeggen, ik heb 1000 euro geïnvesteerd en 1242 euro is het nu waard. Dus zo'n rendement van 24 procent. Als we kijken naar de AIX-index bijvoorbeeld, die stond dit jaar met herinvestering van dividend, sta je op 30 procent. Dus ik heb ongeveer hetzelfde gedaan als de AIX. Is dat goed voor crypto? Aan de ene kant kun je denken, er zijn heel veel coins die duizenden procent omhoog zijn gegaan. Maar dat zijn ook precies de coins waar het risico heel groot is, waar ik niet in wil investeren, omdat het eigenlijk gewoon geen onderliggende waarde heeft. Ik, zoals je hier rechts ook kunt zien, heb vooral geïnvesteerd in Ethereum, Bitcoin en Cardano. En als we hier links kijken, zien we eigenlijk gewoon een stijgende lijn. Natuurlijk komt dit af en toe met stapjes, omdat dat de momenten zijn waarop je die 100 euro investeert. Dus dan neemt de waarde van je portfolio toe. Maar je hebt ook bepaalde momenten dat het wel even een stijgende lijn is. Af en toe gaat het even vlak, stijgt het wat harder. En eigenlijk de laatste anderhalve maand is het dan weer wel wat lastig. We zien vooral dat er bij bitcoin heeft een piek bereikt. Ja, in, in november is nu niet meer op die piek. Uh, dus we hebben wel wat ingeleverd, maar over het hele jaar ziet het er wel goed uit. Maar het is dus wel een heel verschil tussen hoe deze grafiek eruit ziet... of hoe de grafiek van een specifieke cryptocurrency eruit ziet. Dat is misschien ook wel goed om dat even te gaan bekijken. En dat doe ik dan vaak via TradingView. Is het iets duidelijker in mijn geval, vind ik. Want dit is bijvoorbeeld uh, Bitcoin ten opzichte van de dollar in het afgelopen jaar. Kijken we naar ja, kerst vorig jaar stonden we rond de 23.000 dollar. Op dit moment 51.000 dollar. Maar je ziet ook dat we een piek hebben gehad hier... begin november van rond de 68.000, 69.000 dollar. Dus um, je ziet ook wel die grafiek zoals we hem juist hadden... van mijn portfolio, die ging geleidelijk aan omhoog. Terwijl wij crypto juist eigenlijk vrij snel al hier... Een, meer dan een verdubbeling hebben gezien. Bijna een verdriedubbeling in de eerste paar maanden. Toen ook eigenlijk vanaf april, en dat kan ik misschien beter... Zo laten zien. Vanaf een beetje het hoogtepunt in april naar het dieptepunt in juli zie je ook gewoon 55% eraf gaan. Dus ook al kies ik voor Bitcoin bijvoorbeeld zelf, omdat ik denk dat dat um, de meeste waarde heeft of het minste risico nog steeds veel risico hoor, want dat zien we hier wel aan die min 55%. Ik denk dat dat een van de stabielere coins is. Ook daar is het gewoon. Eigenlijk heel normaal dat een koers kan halveren in een paar maanden tijd. Dat is zeker wel iets om rekening mee te houden. Want ook, net zoals bij aandelen, eigenlijk bij alle vormen van investeren of beleggen, is emotie gewoon heel erg belangrijk. En moet je eigenlijk erop voorbereid zijn dat dit kan gebeuren. Zodat je niet zeg maar, hier in het dieptepunt gaat verkopen. Terwijl na de de koers eventueel weer juist hard omhoog gaat. En kijken naar hoe bitcoin het heeft gedaan het afgelopen jaar. Um, zoals gezegd, een jaar geleden stonden we op de 23.000. En nu staan we rond de. 51.000, oftewel een rendement van zo'n 120%, dus iets meer dan verdubbeld. Sinds het begin van het jaar staan, ja, was het iets hoger dat bitcoin stond. Uh, stonden we zelfs al hier rond de 28.000, dus zou je echt op 1 januari zijn begonnen, zit je nu zo rond de 77% in de plus. Dat zien we hier trouwens ook boven staan, year-to-date, die klopt wel. Die 1 jaar min 15%, die lijkt niet te kloppen, dus... Reken het er altijd zelf even na, maar dat ziet er op zich goed uit. Ethereum, dan, dat is juist een andere waar ik met dit portfolio uh, ja, flink wat geld in heb geïnvesteerd. Een redelijke positie is. Als we daar gaan kijken, die stond een jaar geleden zo rond de 600 dollar. En nu zo rond de 4100. Dus bijna zeven keer zoveel waard geworden. Dus um, zo zie je wel ook grote verschillen tussen Bitcoin, Ethereum. Wat we eventueel als altcoin kunnen zien. Of misschien wel juist kleinere altcoins. En Ethereum heeft dan juist ook in het. Ja, eigenlijk sinds de kerst van vorig jaar uh, naar ook dezelfde maand mei. Toen was denk ik echt wel hype um, op, uh, op de crypto-markt. Toen hadden we ook al dat we rond deze ja, ja, huidige koers eigenlijk zitten. En ook vanaf dat moment, net zoals dat we bij Bitcoin zien, zien we eigenlijk gewoon Ethereum ja, iets meer dan halveren in een paar maanden tijd. Maar inmiddels zien we dat juist wel hard herstellen. Dus uh, zeker Ethereum heeft een enorm mooie rit meegemaakt. En kijk kijkend tenslotte nog even naar Cardano. Um, ik weet niet meer precies wanneer ik ben ingestapt. Maar het gaat ook niet helemaal een jaar terug, deze grafiek. Maar hier zien we eigenlijk een belangrijk beeld. De laatste paar dagen gaat het wel weer goed. Het lijkt ook wel een beetje hier een bepaalde steun te vinden tussen de 1,10, 1,20. Maar zie ook, het gaat af en toe van, ja, zoals gezegd, iets meer dan een euro naar 2,5 euro. Of rond de 3 euro. Dus ook hier keer 3 vervolgens bijna uh, gaat er, laten we het even berekenen, vanaf dat hoogtepunt naar. Dat dieptepunt gaat er ook gewoon 61% af. Dus wederom heel belangrijk. Um, weet ook dat het kan gebeuren. Bereid je erop voor. En uh, dat zorgt er gewoon voor dat je op dat moment dat het gebeurt. dat je er waarschijnlijk ook rustiger mee omgaat. En dat is waarschijnlijk ook belangrijker voor het behoud van je vermogen. dat je hebt geïnvesteerd in cryptocurrencies. Gaan we dan weer terug naar mijn Coinmers account. en laten we dan even de wallets gaan bekijken. En dan zien we precies welke waarde ik heb in welke cryptocurrency. Um, we zien hier Ethereum, dat heeft op dit moment de meeste waarde, 520 euro heb ik hierin zitten, een rendement van 70% het afgelopen jaar, dus dat, heb ik, ja, dat is ook meteen de best presterende, gevolgd door Bitcoin, daar sta ik zo'n 10% in de plus, geeft natuurlijk zoals gezegd een heel ander beeld omdat het, ik heb niet elke maand in Bitcoin geïnvesteerd of niet het volle bedrag, soms wat kleinere bedragen um, en ja dat is op de juiste momenten een bedrag investeren op een dieptepunt zorgt natuurlijk voor dat je als er nu de koers is gestegen dat je meer rendement hebt gemaakt dus Bitcoin altijd nog eigenlijk 10% in de plus zo'n 465 euro waard Cardano dan daar sta ik nou ik vroeg net af voor hoeveel heb ik het ongeveer gekocht. Nou ongeveer voor de huidige koers zien we wel zo'n 2,6% in de plus. En het is inmiddels trouwens mogelijk om dit te steken. Um, daar zal ik op dit moment niet in gaan, maar dan krijg je eigenlijk een soort van rente op de coins die je hebt als je ze laat staan. Um, kan interessant zijn, volgens mij kun je ooit afhankelijk van de coin een paar procent tot wel vele procenten verdienen. Dus mogelijk is dat interessant als het ook echt dingen zijn die je toch van plan bent om lang aan te houden. De Coimers Coins, die ga ik natuurlijk zo meteen investeren. Dat is de 100 euro die ik al gestort heb. Polkadot dan, een paar maanden geleden heb ik het hierover gehad. Wilde ik juist het uitbreiden, een extra coin erbij pakken. Dit was iets waar ik wel in geloofde op de lange termijn. Maar op de korte termijn heeft het in ieder geval nog niet goed uitgepakt. Zo'n 17,5% in de min. Maar het is ook maar dat ik 1 keer 50 euro daar volgens mij heb in geïnvesteerd. Dus het heeft ook maar een waarde van 32 euro. En tenslotte Dogecoin. Min 63% zoals ik al vaker heb gezegd. Hier heb ik eenmalig 20 euro in geïnvesteerd. Um, juist eigenlijk in de hype rondom Elon Musk eerder dit jaar. Dat de, de koers van Dogecoin echt omhoog schoot. Juist ook met het idee om te laten zien van... Dit is gewoon een hypecoin. Hier zit geen waarde onder. En ik vind het dan eigenlijk interessanter te laten zien, zo komt het iedere maand tegen. Is het inmiddels al hersteld? Nee, zeker niet. Het is nog steeds, terwijl sommige andere coins ook een flinke daling hebben meegemaakt... ...die wel weer hersteld zijn, zien we dat bij Dogecoin dus nog steeds niet gebeuren. Maar laten we dan ook voor deze maand opnieuw die 100 euro gaan investeren. En ik ben van plan om geen uh, nieuwe coins erbij te kopen. Of tenminste, geen nieuwe coins toe te voegen. Maar gewoon de coins die ik al heb en ik daar juist mijn posities in uit te breiden. En dan komt er gewoon weer hetzelfde op neer dat het eigenlijk over de top 3 verdeeld gaat worden... Um, ik zal zo meteen zelf even de aankopen doen, maar ik zal even gaan zeggen wat ik ga doen. Ik ga juist een gedeelte weer in Ethereum doen. 40 euro in dit geval, omdat ik denk dat Ethereum, ik zie zeg maar Bitcoin, ziet iedereen als het goud. Dat heeft het meest waarde vast. Dat is, um, ja, het wordt misschien nog niet heel veel gebruikt, behalve misschien om andere coins te kopen. Het is niet echt een betaalmiddel, daar is het op dit moment niet heel geschikt voor. Kijken we juist naar Ethereum, dan zien we dat daar wel juist heel veel. Uh, het juist al wel als een betaling wordt gebruikt of er worden contracten meegemaakt, NFT's meegekocht. Dus je ziet dat daar al een bredere yes, platform is eigenlijk waarop het gebruikt wordt. Of het dan welke waarde het heeft, dat weet ik niet. Maar ik zie in ieder geval dat het gebruikt wordt. En mijn idee is dat het in de toekomst dus ook meer gebruikt wordt en dat het daarom ook meer waarde heeft. En dat het misschien wel een beetje ooit zo is dat het zeg maar het zilver is van de crypto. Het is Per coin een stuk betaalbaarder dan een hele bitcoin. En dat zien we ook ooit wel gebeuren bij aandelen. Dat zien we ook gebeuren bij edelmetalen. Als mensen willen investeren, kopen ze niet het per se het dure, maar het op één na het duurste. Dat zou bijvoorbeeld Ethereum kunnen zijn, waardoor juist als er nog een keer een hype komt. heel veel interesse komt in cryptocurrencies. juist Ethereum daarom die reden ook nog eens extra van zou kunnen profiteren. Een andere 40 euro, die investeer ik dan gewoon in bitcoin. Zoals gezegd, bitcoin vind ik nog steeds. Het belangrijkste van crypto. Ik ga niet alle cryptocurrencies bijhouden. De blockchain, uh, Bitcoin is zeg maar de grondlegger. Ik denk dat die altijd belangrijk zal blijven en dat heel veel grote partijen ook juist het vertrouwen hebben in Bitcoin en dat daarom ook de schommelingen minder zullen zijn. Om die reden dus dat ik Bitcoin opnieuw dus, uh, bij ga kopen en uiteindelijk 20 euro zo meteen naar Cardano. Um, gaan we kijken naar het team achter dit project... en de toepasbaarheid van dit project... wat er nog op de planning staat... en dat ze het ook uitvoeren met dit team. Heb ik heel veel vertrouwen in de toekomst. Zijn ook zeg maar dezelfde mensen... of in ieder geval een van de oprichters zat ook bij Ethereum. Dus het zijn hele slimme mensen die goed hebben nagedacht. En Cardano, ook al zien we daar flinke fluctuaties... denk ik dat we tegen de huidige koers... dat ik het in ieder geval interessant vind... om op die manier dus mijn positie uit te breiden. En dan ziet mijn portfolio, mijn crypto-portfolio... op dit moment zo uit... nadat ik dus die 100 euro heb geïnvesteerd... Ethereum staat nog steeds bovenaan, 560 euro. Het rendement is iets gedaald natuurlijk omdat we nu tegen wat hogere koers hebben gekocht. Bitcoin iets meer dan 500 euro en 8,5% bijna. Cardano 2,16% rendement en 235 euro dus in Cardano geïnvesteerd. En kijken we dan naar de verwachtingen die ik heb voor crypto het komende jaar. Ik denk dat het um, een waarde eraan toekennen aan een bepaalde crypto heel erg moeilijk is. Ik kan het niet. Ik denk dat bijna niemand het is die het kan, omdat ik het gevoel heb dat crypto ook vooral heel veel emotie is. Uh, het is heel moeilijk financieel te onderbouwen wat de waarde van een bitcoin is, wat de waarde van Ethereum is. En om die reden, ja, het is heel, gewoon heel anders dan dat je een bedrijf gaat... Uh, ja, fundamentele analyse voor een bedrijf gaat maken. Want je kunt zien hoeveel omzet heeft een bedrijf, hoeveel winst heeft een bedrijf, hoeveel winst heeft een bedrijf per aandeel, welke investeringen gaan ze doen. Dus dat is veel makkelijker te berekenen. Dat is niet echt te berekenen, vind ik in ieder geval, voor cryptocurrencies. Maar wat je wel kunt zeggen is dat je ten eerste ziet dat er een bepaalde emotie rondom uh, cryptocurrencies is. Rondom heel veel beleggingen trouwens. En dat je daar als investeerder natuurlijk gebruik van kunt maken. Als iedereen in paniek is, zou je bijvoorbeeld juist kunnen kopen. Als iedereen erover praat en je mocht er bij de kapper zijn. En de kapper zou zeggen, heb je al bitcoin? En die praat erover, die geeft jou advies. Is het waarschijnlijk een goed moment om het juist te verkopen? Daar zou je natuurlijk van gebruik kunnen maken. En we zien gewoon dat we verschillende cycli hebben. Dat we de halving hebben bij bitcoin. En dat dat soort momenten ook heel bepalend is voor de. Ja, de interesse erin en dus juist ook voor de koers. En wat ik dan denk is dat steeds meer grote partijen interesse gaan krijgen in Bitcoin. Um, juist, zij zitten er ook in voor de lange termijn, dus dat is goed. En dat juist veel particulieren misschien komend jaar minder interesse gaan krijgen. Ik weet niet welke effecten dat gaat hebben op de koers. Maar ik denk dat het wel, omdat ik zelf ook voor de lange termijn erin zit. Ik wil hier nog jaren vooruit kijken. Het is... De techniek erachter is heel interessant. De toepasbaarheid is van sommige coins heel interessant. En ik denk dat zeker dat het een toekomst heeft. Maar zoals gezegd, ik weet niet tegen welke waarde dat is. Laten we gewoon hopen dat het meer waard is in de toekomst dan dat het op dit moment is. En dat klinkt niet als een heel erg goed plan, maar um, het is wel zo. Ik zie dat er toekomst in zit en ik zou het ook niet willen missen. Dus daarom dat ik een klein gedeelte van mijn vermogen, een klein gedeelte van het geld dat ik iedere maand kan investeren, investeer ik in cryptocurrencies. Voor mij is het in dat geval 100 euro in deze serie. Misschien is voor jou 100 euro wel heel veel. En kun je beter een kleiner bedrag doen. Of misschien. Geloof je er niet en dan moet je het ook vooral niet doen. Dus kijk gewoon goed naar je eigen situatie. Welk geld kan je missen? Want ik denk zeker dat het belangrijk is dat je bij dit soort investeringen vooral kijkt naar de lange termijn. Maar tot zover dan mijn crypto portfolio. En hoe ik het afgelopen jaar heb ervaren en wat ik eventueel verwacht van de toekomst. Ben ik zeker benieuwd hoe het bij jou is gegaan. Heb je cryptocurrencies of juist niet? En waarom dan juist niet? En hoe is het afgelopen jaar gegaan? En wat verwacht jij van de toekomst? Laat het ook vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.